Het heet weer een kwestie van de voorlichtingsdagen. Goede reis gehad, klinkt het opgewekt, maar de jonge Bart, niet bijster goed gedekt, laat zijn moeder aan het hoge woord. We komen helemaal uit Heine Noord en het duurde uren met de trein. Seinen werkte niet, het zicht was slecht en een paard op het spoor bij Dordrecht. En waarom niemand dit overziet? Goh, wat vervelend mevrouw, het is ook altijd wat met de trein. Te droog of te nat, maar ga nu maar gauw naar het plein waar de rondleiding start. Aan de lijn, gelijk een hond trekt ze Bart met zich mee en rennen ze hard tot ze er zijn. Terwijl een student tegen zijn groepje praat, roept maar hard en ongevraagd. Zijn we nog niet te laat? De trein was weer vertraagd. En dat ook de service steeds slechter en wanneer de NS voor de rechter wordt gedaagd. De rondleiding duurt niet lang en ook tijdens de lunch is Bart bang. Maar tot groot geluk van de jongen houdt ma de lucht in haar longen. Aan het eind van het dagje Tilburg verpest ma het definitief voor Bart. Mijn zoon is geïnteresseerd in liberal arts. Maar na hoeveel jaar is hij dan chirurg?